Kinderen doen graag de grote mensen na. Hè? Dat weet iedereen, maar dat weten die gewetensloze marketingjongens ook. Ja, die spelen daar enorm op in. Hè? Make-up voor kinderen. GSM'tjes voor kinderen. Nog erger, chocoladesigaretten. Ja, of kinderchampagne. Champagne voor kinderen. Het bestaat, hè? Kiddieboel. Dat is toch niet meer verantwoord? Ja. Allee, wat is het volgende dat ze gaan uitvinden? Ja, Kiddiecoke? Ja! Kiddiecoke! Natuurlijk, hè? Een snoepje om te snuiven. Ja, kijk. Dat is een perfecte slogan, een logo met een tekenfilmfiguurtje. De kinderen vinden dat fantastisch. En alle ingrediënten voor een commercieel succes. Toch? Nee. Nee. Ah, nee. Want ouders, hè? Ouders die gaan nooit toelaten dat hun kinderen gaan snuiven. Nee. En er is ook geen enkele marketingboy geslepen genoeg om zoiets degoutant verkocht te krijgen. Kiddiecoke, het feestje in je neus. Iemand proberen? Gratis. Niemand? Nee. Kiddiecoke krijgt de kracht van een olifant, maar blijft mager. Speciaal voor de kindjes. Een snoepje van de nieuwe generatie eigenlijk. Hoe oud zijn jij? 12. 12? Dat is ideaal. Dus je neemt een Kiddiecoke zakje, daar zit een poedertje in met een Kiddiecoke bankkaart. Je giet de Kiddiecoke op de salontafel of een spiegeltje. En dan wordt er een lijntje gemaakt. Zo, dan stop je het rietje in je neus als een olifant. En dan ze op. En dan vang je of aardbeien, zo'n feestje in je neus. Boem! Tom Bonen doet dat ook bijvoorbeeld. Koen Krukke. Ja. Vinden we dat echt normaal dat je dat promoot? Ja, waarom is dat? Dat is niet normaal. Ja, ik heb er bezwaar tegen. Heb je daar bezwaar tegen? Ja. Dat is geen spelletje, trouwens. Worden de kinderen zo niet gestimuleerd? Gestimuleerd om wat? Om dan later bepaalde dingen te gebruiken? Nee, in tegendeel. Wat ze willen ook doen als de mama en de papa. Hè. Ze zien dat dan thuis. Dat zij dat doen, maar dat is natuurlijk alleen voor volwassenen. En daarom hebben wij dus de kinderversie gemaakt. Het is zelfs beter dan gewone snoep, want er zit geen suiker in. Dus eigenlijk nog gezonder dan een appel. Nee, niet op eten. Alleen maar snuiven, door de neus. Het is niet slecht voor de tandjes. Geen eetlustbederving ook, want het kan niet door uw gastro-intestinaal kanaal. Je kunt snuiven voor de maaltijd. Voilà, is geen probleem. Het is zoals de echte Hollywoodsterren, hè? Zoals Elton John en Kate Moss. En Jelle van Spring, die doet dat ook. Ja, het is niet schadelijk. Totaal niet schadelijk. Je krijgt er een goed gevoel van, uiteraard. Ja. En dat is een beetje verslavend, maar het is niet schadelijk. Dus. Tegen dat ze eigenlijk de echte dingen tegenkomen, zijn ze het een beetje beu gespeeld en dan doen ze het niet. Dat is de redenering erachter natuurlijk. Ja, als je al 10 jaar Kiddiecoke snuift, ga je geen coke beginnen. Hè? Ja, dan wil je gewoon Kiddiecoke. Maar probeer al, hoe vroeger dat ze beginnen, hoe beter. Ja. Kijk, de mama zal het eens voordoen. Ja. En hop. En? Dat is het. En? Lekker? Lekker? Neus open. Zet uw neus open. Oh, dat voelde je helemaal. Dat is een feest in uw neus. Nee. Ze willen het thuis proberen. Hier in het openbaar is dat. Het is misschien beter als je dat doet op een toilet of zo. Ja. Waar dat een beetje rustiger is. Dat is wel spannender. Geef een gratis sampletje mee, anders kunnen we het thuis proberen. Eentje? Ja. Ja? Ja? Goed. Veel plezier ermee. Ja, voilà. Alsjeblieft. Kiddiecoke. Morgen in alle winkels. Snoep. Gezond. En niet alles voor jezelf, maar dealen met je broers en zusjes. Ja.